je kan er twee in doen. Dan kan ik er twee keer mee schieten. Nou, dan doe ik hem dicht. En dan gaat hij omhoog. En dan is het afwachten op de ganzen. Ik ben vandaag op een akker in Portugal samen met jager Dirk Jan. Wij gaan dadelijk op wilde ganzen jagen. Ja, we gaan jagen op die ganzen omdat daar te veel van zijn. Dat is de opdracht van de jagers die dat doen voor provincie en boeren. Om ervoor te zorgen dat er geen schade ontstaat. En sterker nog, de populatie moet echt naar beneden. De schoonheid van het jagen is je echt midden in de natuur bevinden. Genieten van de dieren. Van de flora en fauna, eigenlijk gewoon een hele samenhang. Als je dan af en toe een stukje wild mag oogsten, dat ook lekker op kan eten, is gewoon het mooiste wat er is. Ja, het vraagt heel veel geduld, jagen. Je weet als jager wel waar het wild zit, alleen nooit wanneer het voor de dag komt. Er komen nu wat ganzen overvliegen. Ja, Dirk, we waren een beetje afgeleid. Ze vlogen gewoon langs. Informatie. Ja, dit is wel heel gênant. Ja, goed. Interviewen en jagen, dat gaat niet samen, geloof ik. Jouw hobby is eigenlijk als een mes die aan beide kanten snijdt. Je haalt er plezier uit, maar je doet ook iets tegen de overpopulatie van de ganzen. Er zijn er ongeveer 600.000 van in Nederland. Die veroorzaken enorm veel schade en overlast aan natuur en landbouw. Maar ik wil ook gelijk dat die ganzen een goede bestemming krijgen. Ik bedoel, het is niet alleen maar het terugbrengen van de stand, maar het levert ook prachtig natuurvlees op. Dus het heeft een prachtig vrij leven tot het door een hagelbij heen vliegt. Dan is het klaar. Maar dan is het ook gelijk vlees wat je kan nuttigen. Het rent, vliegt, zwemt. Dat is eigenlijk het meest gezonde vlees wat er is. Het is altijd in beweging. En het mooie van gans is ook dat het heel toegankelijk is van smaak. Dus het heeft niet zo'n hele sterke wildsmaak als dat je soms verwachten zou. Ja, Dirk-Jan, achter ons gaat het regenen. We zitten hier al een paar uurtjes. We hebben een kans gemist. Maar dat hoort ook bij jagen, dat je met lege handen thuis komt. Kunnen we de deal maken dat als jij van de week op jacht gaat en een wilde gans neerschiet, dat je hem naar ons komt brengen? En ja, dat we dan iets lekkers van gaan maken. Nou, vind ik een heel goed plan. Dat gaan we doen. Deal. Deal. Hoppa, de kop is eraf, jongens. We gaan koken. Respect voor deze jongen, we gaan er echt iets moois van maken. Vorige week hebben we een gans afgeschoten, die heb je nu in jouw hand. En we gaan hem nu bereiden met twee van de meest gezellige chefs van Rotterdam, hè? Job en Perry. Hey! Take it away. Wow! Zo, die is vet, hè? Had hij ook een naam of niet? Gijs. Gijs! Dit is gewoon nog een gans. Dit gedeelte is gewoon vlees. En nu kan je gewoon echt zien dat je niet in één keer een kipnugget op je bord hebt dadelijk. Maar dat je gewoon gelijk, dat je echt met respect en met heel veel eerbied met zo'n beest om moet gaan. Want je hebt hem niet voor niks geschoten. Nou kom, let's go. Dan gaan we koken. Yes! We gaan deze gans zo meteen uit elkaar trekken. En die gaan we op de huid bakken dan. Ja. Hoppa. Wel even uitkijken voor de kogeltjes, voor de hagel. Kijk eens, en hier hebben we een heel mooi wilde ganzenfilet. Nou, het bakken van de filet van de gans. Ik doe er alleen een beetje zout op. En dan kun je hem eigenlijk gewoon koud in de pan leggen. Kijk, hij staat al op een klein vuurtje. Dan gaan we iets omhoog gooien. En dan gaan we hem langzaam op zijn eigen vet uitbakken. Totdat hij krokant wordt. Laten we hem lekker rustig bakken. Eigenlijk blijft vlees vlees, dus de bereiding blijft eigenlijk hetzelfde. Of het nou wild is of het nou tam is, dat maakt eigenlijk niet uit. Het verschil zit hem in de smaak, dus je gaat hem dadelijk wel proeven. Dit smaakt wel even anders dan een kippenboutje uit de vriezer uit de supermarkt. Ja, en dan gaan we arroseren en dat ga ik jullie eens even mooi laten zien. Ik
Ik denk dat we er nog een paar moeten gaan schieten, jongens. Dat lijkt me top. Ik wil heel graag een keertje mee. En Job en ik allebei willen heel graag een keertje lijkt ons jagen. Top. Ja, doen we. Gaan we dat doen? Top. Yes, we gaan. Yes. Let's go. Hij geeft alweer gas terug. Dus hij is er al. We gaan hem eraf halen. Dat is een per. Top, jongen. Dus wat er nu gebeurt, het aanbaksel lost op in de wijn. En dan doen we zo meteen een beetje boter erbij en dan gaat hij binden. Dat noemen ze monteren en dat is onze jus samen met de gans. Altijd met een lepeltje, ik mag niet meer met mijn vingers proeven. Zo! Top! Er zit wel een hoop bloed doorheen. Ja, ik heb hem hier. Aardig gek, hè? Hagelslag. We hebben hier lekker onze risotto, citroenrisotto. Daar maken we er een mooi restaurantgerechtje van. Nou, Per, kijk eens aan. Dames en heren, dit is een citroenrisotto met wilde gans. Eet smakelijk, jongens. Ja, eet smakelijk, man. Zo. Eerst even een beetje risotto, kijk met die jus. Het mooiste is dat je van alles wat in je mond doet, en het vlees, die risotto, en die citroen, en een beetje noot, en dan alles bij elkaar is van één grote smaakexplosie. Heerlijk. Super bedankt. Ja, heel graag. Super bedankt voor deze kans. Dat we deze zo met eer hebben mogen bereiden. Oké, Gijs, bedankt, man. Goeie vlucht naar de hemel, jongen. Bedankt.